Eupen maakt de Kuntligger Tennisclub Eupen zich op voor het ITF tennistoernooi. Samen met de Association Francophone de Tennis organiseert de club dit $10.000 toernooi al voor de 7e keer. Bedoeling is om jonge tennistalenten de kans te geven aan een internationaal toernooi te kunnen deelnemen. Tegelijkertijd is het voor de streek in en rond Eupen een mooie promotie voor de tennissport. Le faire à Eupen, pourquoi? D'abord parce que toujours, Eupen a répondu oui à la fédération quand on leur demande d'organiser, dans le temps c'était des Coupes Davis, des tournois $25,000, aujourd'hui des tournois $10,000, parce que le club s'investit beaucoup, il y a beaucoup de bénévoles ici qui investissent, et alors le public répond magnifiquement présent. Le tournoi pareil a différents intérêts. Premièrement, le tournoi est organisé pour servir de tremplin aux jeunes joueurs belges, c'est-à-dire aux jeunes joueurs de 18 à 21 ans, aux jeunes juniors qui veulent gagner leur premier point ATP et monter dans la hiérarchie mondiale. Mais deuxièmement, ça permet aussi à des joueurs qui ont été blessés, qui sont en reconvalescence ou qui sont en recherche de confiance, de venir jouer des tournois de telle sorte en Belgique pour pouvoir voilà, aussi gagner des points et se refaire une santé. De finale gaat tussen de Duitser Richard Becker en de Belg Steve Darcy. In de eerste set gaat het gelijk op, maar bij een 3-3 stand breekt Darcy door de opslag van Becker. De Belg loopt uit tot 5-3, maar Becker plooit niet en forceert op zijn beurt een break. Hij komt terug tot 5-5. Bij een 6-6 stand moet een tiebreak beslissen wie de eerste set binnenhaalt. Daarin toont Darcy zich de sterkste, hij wint met 7-4. Steve Darcy heeft een echt pechjaar achter de rug. Recent liep hij nog een schouderblessure op. Daardoor tuimelde hij op de ATP-ranking naar de 406e plaats, maar die zorgen lijken achter de rug. Dat blijkt uit de tweede set, want Darcy loopt al snel uit tot 5-0. Richard Becker kan de eer nog redden en wint één game, maar na anderhalf uur wedstrijd heeft Darcy 3 matchballen. De eerste volstaat meteen, de Belg wint de tweede en de laatste set met 6-1. Voor Darcy is dit zijn eerste overwinning van het seizoen. Na een jaar vol blessureleed toch een flinke opsteker. Ouais, c'est vrai que c'était une année difficile. Je suis content là, j'ai fait quelques bons tournois, il me manquait juste cette petite victoire en finale après deux défaites et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait plaisir parce que j'ai vraiment fait un bon match contre un très bon joueur qui m'avait déjà battu. Donc le niveau est en train de revenir et c'est bon signe. Dankzij deze overwinning stijgt Darcy zo'n 40 plaatsen op de ATP-ranking en hijst hij zich op de 360ste plaats. Hopelijk put hij hier moed uit en kan hij nu weer vaker aanknopen met de overwinning.